die voldoende rasuitstraling heeft, die in de bouw iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn, de rug zou wat sterker mogen zijn, de merrie doet iets klassiek en driedelig aan. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit voor royale hoeven, maar de bouw van het rechte spronggewricht met name kan correcter. De merrie stapt met voldoende takt en draaft met souplesse en ruimte, kan daarbij iets meer ruggebruik tonen. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Thank you.
We gaan verder met de uitslag van de eerste groep Veulenboekmerries. Van de 5 merries die we gekeurd hebben, zijn er 4 teruggekomen voor primering. We beginnen met catalogus nummer 5. Dat is een merrie met veel front. Merrie die ook voldoende hoogbenig is. Een voldoende sterke bovenlijn heeft. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Beenwerk is sabelbenig. Royale hoeven. De stap sluit goed aan, maar bij een beetje spanning is de stap wat kwetsbaar. De draf heeft een goede techniek. De voorbeenstand die zou correcter mogen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk correcter moeten zijn. En de stap overtuigender. Dan gaan we verder met catalogus nummer 2. Is een merrie die in zijn totaliteit iets klassiek en beknopt aandoet, maar wel goed in verhoudingen is. Merrie heeft een edel hoofd, heeft een hals die wat meer lengte zou mogen hebben, heeft een goed aangesloten bovenlijn en een goede kruisligging. Het kruis is voldoende lang, maar iets hellend bedoel ik. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, achterbeen heeft een goede hoek, royale hoeven. De merrie stapt resoluut. Draaf met souplesse en een goed gebruik van het achterbeen zouden bij iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. Dan op de 2e plek catalogus nummer 1. Merrie met een mooie conditie. Het regent nu, maar ze had allemaal appeltjes. Merrie die beschikt over een voldoende sprekend hoofd. Zou iets lichter in de hoofd-halsverbinding mogen zijn. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn en een voldoende lang kruis. Beenwerk, royale hoeven, droog beenwerk, achterbeen een fractie sabelbenig. De stap is takmatig en ruim en krachtig. In draf heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen, zou erbij iets meer mogen doortreden. Ook deze merrie vandaag ster met een 2e premie. En vandaag op kop geplaatst catalogus nummer 3. Is een merrie met veel behang. Merrie met ook een sprekend hoofd. Die in de rug een fractie sterker zou mogen zijn. Merrie beschikt over een goede kruisligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap sluit goed aan, takmatig. Veel lichaamsgebruik. In de draf toont de merrie ook veel takt en souplesse. Deze merrie ook ster met een 2e premie. Gefeliciteerd.
Ja. Thank you.
Helaas kunnen we catalogus nummer 9 vandaag niet opnemen in het stamboek. Er blijft dus Veulenboek. Ze mag meer gelijkmatigheid van passen laten zien in de stap en ook een beetje in de draf. De eerste groep driejarigen, nummer 9 konden we, die bleef in het Veulenboek. Nummer 7 die moeten we later nog een keer beoordelen, want zoals je kon zien was de merrie eigenlijk gewoon te onrustig om er veilig omheen te kunnen. Nummer 6 mocht nog even meekomen om de stap te beoordelen, die is opgenomen in het stamboek. En dan hebben we nog terug nummer 8. En catalogus nummer 8 is een merrie met een sprekend hoofd, met voldoende behang. Merrie die correct gebouwd is, goede bovenlijn heeft, lang kruis. Merrie met voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is misschien iets afgepast, maar wel takmatig. In de draf waardeert de merrie zich op met een krachtig achterbeengebruik, veel ruimte in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie.
in het stamboek vandaag. Het is een merrie met een heel sprekend hoofd en ruim voldoende rasuitstraling. In de bouw zou ze een iets meer moderne opdruk mogen hebben en wat sterker zijn in de aansluitingen. Beenwerk mag wat meer kwaliteit tonen. De stap zou wat meer takt en regelmaat mogen tonen. En in de draf zou ze meer zweefmoment mogen ontwikkelen. Stamboekmerrie vandaag zonder premie.
Ja. In deze tweede groep, driejarigen, drie merries gekeurd. Catalogus nummer 11 is opgenomen in het stamboek. En deze twee merries die zijn teruggekomen voor primering. Op de tweede plek, catalogus nummer 12. Een merrie met veel rasuitstraling. Een merrie die iets kortbenig aandoet. Die voldoende bovenlijn heeft. Kruis is licht hellend. Heeft droog beenwerk. Merrie die staptakmatig, maar kan daarbij meer lichaamsgebruik en meer ruimte tonen. In de draf waardeert de merrie zich op met een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En dat geldt dus ook voor catalogus nummer 10. Een moderne langgelijnde merrie met veel voorkomen. Merrie beschikt over brede lendenpartij. Zou iets meer schoftontwikkeling mogen hebben en ook iets opwaarts gebouwd mogen zijn. De stap die was in eerste instantie wat gekunsteld, maar als ze ontspant dan is hij goed, resoluut, met voldoende lichaamsgebruik. In draf toont de merrie veel knieactie en voldoende buiging in het achterbeen. Ook deze merrie ster met een tweede premie.
We zijn verder gegaan met de rubriek graadverhoging. Catalogus nummer 14 wordt vandaag niet geprimeerd. Het is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, die wat bouw betreft sterker in de aansluitingen zou mogen zijn. Wat beenwerk betreft zouden de sprongen correcter gebouwd kunnen zijn. In stap zou de merrie meer tak mogen tonen en de draf was voldoende, maar zou meer in verbinding mogen.
Ja, hier bij de uitslag van de rubriek graadverhoging, stamboekmerries. Nummer 14 is niet geprimeerd. Catalogus nummer 16 is een merrie die iets meer rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Wel een hoogbenige merrie, voldoende lang gelijnd. Zou iets meer bespiering mogen hebben. Ook het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen tonen en de voorbijstand zou correcter mogen. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf heeft de merrie veel souplesse en wel voldoende zweefmoment. De merrie krijgt vandaag een derde premie. Voor een hogere waardering zou ze rijker in de rasuitstraling moeten zijn en zou de stap overtuigender moeten zijn. Catalogus nummer 13 is een merrie met veel behang, ook een fraai hoofd met een helder oog. Merrie die beschikt over een goede bovenlijn en een goede romprichting. Voor het mooie zou ze iets hoogbeniger mogen zijn. De merrie stapt ruim met voldoende takt. In draf heeft ze een krachtig achterbeen, toont ze balans en veel takt. Ze zou misschien iets meer ruggebruik mogen tonen. De merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst, nummer 15, wederom een merrie met veel behang. Die een mooie lange hals heeft die wel wat horizontaal gesteld is. Merrie die evenredig gebouwd is met een iets wat strakke bovenlijn. Heeft fijn beenwerk. Merrie stapt takmatig en heeft in draf een goede techniek met veel balans. Ook deze merrie sterren met een tweede premie. Gefeliciteerd. Ha ha ha!
Catalogus nummer 7 was nog een veulenboekmerrie en die was niet te beoordelen en die hebben we nu terug laten komen. Dat is een, hij mag even opgesteld worden, Hendrik. Een langgelijnde hoogbenige merrie met een lange hals. Zou iets meer bespiering over de bovenlijn mogen hebben. Mooie schuine schouderligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig en de voorbeenstand zou iets correcter mogen. De merrie zou met meer overtuiging, met meer tact en lichaamsgebruik mogen stappen. De merrie draaft goed, met veel ruimte, veel schakelend vermogen, veel zweefmoment. De merrie krijgt vandaag, wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou de stap overtuigender moeten zijn.
Tot slot op deze locatiekeuring nog twee veulenboekhengsten voor sterverklaring. In de baan catalogus nummer 17. Een hengst met ruim voldoende rasuitstraling die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou kunnen zijn. Een hengst die heel evenredig gebouwd is, met een goede bovenlijn. Het kruis zou misschien nog iets meer lengte mogen hebben. Beenwerk voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf waardeert de hengst zich op. De draf is opwaarts. Met een mooi gebruik van het voorbeen kan ook in de wendingen goed in balans in het ritme door blijven draven. En met name die draf maakt dan ook dat die hengst vandaag ster wordt verklaard.
En hierbij de uitslag van het laatste paard van vandaag, catalogus nummer 18, Veulenboek Hengst. Is een langgelijnde hengst die wat opwaartse gebouwd zou mogen zijn. Ook zou het kruis wat meer lengte mogen hebben en wat minder hellend mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De linker voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf toont de hengst souplesse, blijft daarbij iets hoog in het kruis en zou daarbij iets meer ruggebruik mogen tonen. De hengst wordt vandaag geen ster. We sluiten hiermee de keuring af. Hier de locatiekeuring. Nou ja, Hendrik, ik denk dat Martina een grote klus heeft om dat weer wit te krijgen. Ondanks de regen en de zware baan en de zware omstandigheden, toch een heel mooi resultaat hier, denk ik. Dank aan ieder die hier aan heeft bijgedragen en ook het publiek bedankt voor de aanwezigheid hier.